Ja, met een. Ik sta hier bij de nieuwe kringloopwinkel in Dedevaart. Het is Kilian en Monique Borger. Jullie zijn de drijfveer achter deze nieuwe kringloopwinkel, hè? Ja, ja, dat klopt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ja, eigenlijk doordat ik altijd al heel veel kringlopen bij Langers ga. En het heel leuk vind. En zelf ook al wat in een hal bezig was. En toen kwam dit vrij. Ik dacht van, nou, gaan we kringlopen. We gaan het eens proberen. Ja. Ja. Ja, het is een vrij groot pand. Hoeveel vierkante meter hebben jullie nu? Op het moment zitten we nu rond 1000 vierkante meter. Het pand is 2500 vierkante meter, dus we kunnen nog uitbreiden. Maar we beginnen maar klein voor ons dan. Ja, hoe komen jullie aan de spullen? Voor inbreng, mensen die dus de inbreng doen. We halen huizen leeg. Ja. We doen ontruimingen ook. Dus als mensen op een gegeven moment hun huis moeten verlaten voor de gemeente en alles moeten uit, doen we dat ook. We hebben met de Koningsdag hebben we een grote vrachtwagen neergezet. Mochten alle mensen spullen inleveren op de markt in de Vlaringenstraat. We hebben heel veel spullen heeft dat naar ons toegebracht. Helemaal geweldig ook. Ja, voor mensen die verhuizen zeggen we altijd van, nou, haal alles uit huis wat je zelf voor het nieuwe huis nodig hebt en wat je mee wilt nemen. En dan komen de jongens en die halen het huis leeg. Dus dat is niet mooier verhuizen dan op die manier natuurlijk. Dat is misschien wel eventjes een mooie gelegenheid om even het e-mailadres en het telefoonnummer te noemen. Dat als de mensen. Op het moment hebben wij nog geen e-mailadres. Die is wel in de maak. Al die achterliggende dingen zijn we gewoon een beetje vergeten. Dus ze kunnen wij in ieder geval bereiken op 0620698294. Dus als de mensen verlegen zitten met de spullen die ze kwijt willen, dan kunnen ze contact met jullie opnemen. Ja, ja. Nou, ik ga eventjes binnenkijken. En ik wens jullie ontzettend veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en twee armbandjes. En armbandjes zijn? Geen idee. Ik ben hier in de werkplaats van de kringloopwinkel De Goedzaak, zo heet het, hè? De Oude Goedzaak. De Oude Goedzaak. Ronnie, je achternaam was? Timmer. Timmer. Jij bent hier het manager van alles, heb ik begrepen, hè? Dat klopt. Wat doe je zo langzamerhand allemaal? Alle voorkomen de werkzaamheden. Reparaties en als er wat in de winkel moet gebeuren, dan spring ik daarin. Dus een fietsen repareer ik. Ja, dat is, ik zie, je bent van alle markten thuis. Ik ben van alle markten thuis. En hoe ben je eigenlijk hier terechtgekomen? Via Monique Reuring. Die werkte bij mij als, in de thuishulp. Ja. En zo is het balletje aan de rol gekomen. En
voel je je happy. Ja. Ik kan er aan je gezicht wel zien. Ja, ik voel me hier echt happy, dus... Er is natuurlijk ontzettend veel te doen, want er komt van alles binnen wat beschadigd is, wat je herstellen moet. Ja. Je hoeft je nooit te vervelen. Nee, vervelen hoef je je nooit. Oké, ik zou zeggen, veel succes. En ik zou zeggen, probeer er van alles wat moois van te maken. Ja, dank u. Dat zal best wel lukken, dus...